Nu ben je echt alleen maar aan het muiten. Je verdient het. Och, Daan. Zelf gedekt? Ja, ja. Mijn naam is Daan en ik ben geen ster in de keuken. Zeg gerust, een kneus. Gelukkig is mijn goede vriend Tobias een zeer bekwame kok en leert hij mij koken. Dit is Koken en Knoeien. Nou, hartstikke welkom bij een nieuwe aflevering alweer van Koken en Knoeien, de paaseditie. Ik doe de intro, jij doet de outro. Oké, doe maar. Welkom bij Koken en Knoeien, het programma waar we losers in de keuken helpen koken. De paaseditie. Er is iets anders aan je, Toby. Ja, ik ben net als een Pokémon in rang gestegen. Komt door de vorige aflevering, dus ik heb er 3 medailles bij. Ben je even langs de feestwinkel geweest, nou, Tobias? Het leven is een feestje, je moet alleen zelf de medailles opspelden. Van jou krijg ik nooit een compliment. Echt wel? Ik ben heel genereus met de complimentjes. Nou. Helemaal niet. Wanneer geef jij mij een compliment? Nee, tijdens het koken. Nee. We kunnen misschien even terugkijken. Ja, dat wordt een hele korte montage, wordt dat. Oké. Ja, hoe ziet het eruit bij jou? Niet eens zo onprofessioneel. Dankjewel. Jij ook. Dank je. Hartstikke goed. Je verdient het. Dank je. Nou, leuk dat jullie weer kijken. We gaan vandaag een alcoholische versnapering maken. Oh, wat een verrassing, Tobias. Ik vroeg me af wanneer de eerste aflevering over alcohol zou gaan. Nou ja, maar weet je ook waarom? Thema nu is de familietafel. Dat betekent kinderen en dat betekent dat ik heel veel alcohol nodig heb om het enigszins draaglijk te vinden. En ik denk dat ik niet de enige ben. Dan heb je zelf ook een vrolijke Pasen. We gaan ook een alcoholvrije versie maken voor de kinderen. Okay. Zullen we beginnen? Nou, ik zat te wachten op... Met de alcoholhoudende versie. Wat een verrassing dat we daarmee beginnen, zeg. Ja. Ding dong. Oh, de Jumbo belt aan. Dit is ook gek, want alles staat hier al. Dan moeten we het even helemaal opnieuw doen en dan alles hier weg. Nee, want dat kost extra tijd. En dit heeft Lolita net allemaal zo neergezet, dus we doen het op deze manier. Maar wie is Lolita? Ja. Wie is Lolita? Ja. Nou, de boodschap is in het midden, dus we kunnen gaan koken. Oh, wat een leuke kookshow. Waar waren die boodschappen eigenlijk van? Van de Jumbo. Heerlijke supermarkt. Ja, het is een hele fijne supermarkt. Mooie paasassortiment ook. Wist je dat? Wist je dat er leuke paasdingetjes zijn? Ja, wist je dat zij een bizar vette folder hebben? Kun je helemaal uitvouwen. Kijk, we maken normaal gesproken de klassieke Scroppino, want dat gaan we maken. Scroppino? Dat gaan we dus niet doen. Dat gaan we het niet noemen. Ik wist dat je het de zo Scroppino. Zou... De Scroppino! Het is gewoon... Ik noem het de Scroppino. Dat doe je dan in stilte, maar niet in mijn bijzijn. Ik word daar woest van. Oké, de klassieke Scroppino... Scroppino. ...wordt gemaakt met sorbetijs, prosecco en een beetje wodka. Maar we doen het iets anders, dus we doen het met Jumbo-ingrediënten. Dit moest van de Jumbo, zodat je de klanten niet kwijtraakt. Nee, het was uit luiigheid, want ik wilde niet naar de slijter. dus we hebben... dit is natuurlijk klassiek. Limoensorbet. Dit is dus limoncello met de W. Omdat het low in alcohol is. Want normaal gesproken heeft het zo'n 30-40%. Deze heeft 14%, dus daar mag je bij de supermarkt kopen. Limoncello. En we hebben een heerlijke prosecco. Want het moet natuurlijk wel een prosecco, niet met cava. Waarom moet het prosecco zijn en geen cava? Het is een Italiaans drankje. En dan vind ik dat je ook Italiaanse mousserende wijn moet gebruiken. Ja. Dan wat ook nog leuk is, want je kan het in de blender maken. Je kan het op allemaal verschillende manieren maken. Maar wij gaan het préparer sur place. En wat betekent dat? De Scroppino... Op de plaats gemaakt. Ja, precies. Dus dat kun je dan leuk aan tafel doen. Dan kun je een soort van met een mixje. Oh, dan ga je een beetje een showtje maken. Ja, daar hou ik van. Ja. Men nemen het ijs. En we doen 4 goede eetlepels. Het zijn wel echt gewoon zulke jongens. Is het een toef? Nee, dit is gewoon een goede schep. 3, 4. Ja, wat is het? Het is ongeveer het halve bakje. Met liefde, Daan. Het is veel te veel. Ik zei de helft van het bakje. Alles weer terug, anders hebben de kinderen niks voor de versie van zo meteen. Ik wist niet dat je kwaad werd. Zo, dit is toch goed? Nou ja, als jij boze kinderen wil, dan moet je die... Ach, zit niet zo te zeuren. Nou, nu de prosecco. Lekker. Oké, en hij mag er met een zucht. In de maatbeker 100 ml. Als de bubbels weg zijn, dat is zo onwaarschijnlijk veel te veel. Onwaarschijnlijk veel te veel? Ja, kijk dan. Nou ja, het is wel echt de dubbele. Gelukkig smelt het ijs ondertussen. Best lekker. Is dat 100? Het is ook heel lekker, want het is van Jumbo. Oh. En dan 25 ml van de limoncello. Ja, dit ongeveer. En dan gaan we hem
Goed zo. Wordt even misschien het ijs even een beetje kapot stampen. Oh, wat een fijne garde is dit. Ja, dat is mijn garde eigenlijk. Ja, die heb ik net gejat. Ik moet ondertussen ook oppassen dat ik geen nippelslip heb. Het lastige aan werken met ijs is dat het smelt. In een show is het niet fijn als je dan heel langzaam werkt. Ja, ik doe mijn best! Dan zit ik hier straks met een gesmolten scorpino. Scorpino. Ja, goed. Nee, het is niet goed. Het is serieus goed. Dan tot slot zesten we er een beetje. Geen wit, hè? Dat is geen kamin. Nou, mijn god. Kom op, ik wil een beetje met een beetje zwarte wieveren wil ik die glazen gooien. Nou ja, nou, nu ziet het er niet heel... Ach, wat. Ik moet het even afnemen. Nee, we gaan het nu drinken, want het smelt. Santé. Lagaim. Lekker, hè? Ja. Citroenig. Ik hou echt van Scorpino. Nou, dat is hem dan dus, de Scorpino Préparé Surplace. Ho, 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 maar we zijn nog niet klaar met de aflevering, hè? We krijgen nog een kinderversie. Ja, de kinderversie. Blijf daar maar even voor kijken. De kinderscorpino. Ja, kinderscorpino. Oh! Wat is dit? Nou, wat deed je nu? Is alles weer schoon. Ik heb nog wel één vraag aan de redactie hier. Als ik mijn nippel slip, kan dat geblurred worden? We zijn hier bezig met een brunchbuffet. Nou, en de brunch kun je in je ochtendjas. Die propositie draag jij uit, hè? Dat is marketingtaal. Denk je dat de mensen nog kijken voor het kinderonderdeel? Hallo, nu komt het leukste onderdeel. De kiddie scorpino. Nou, wat ik wel serieus vind... Het zou nog lekkerder zijn als er wat wodka bij zat. Ja. Maar het is wel echt verrassend. Verfrissend. Je was eigenlijk verrast van jezelf. Ja. Wat vaker gebeurt. Ja, dit is precies de reden waarom de directie van Jumbo mij heeft gebeld. Om te vragen of ik alsjeblieft ook een styling... hoofdstuk in dit in koken en knoeien mag. Ik vind dat niet eerlijk, want het is mijn kookshow. Schiet nou op! Ja, nou, met frisse tegenzin. Onder protest gaan we een alcoholvrije scorpino maken. We nemen alcoholvrij sorbetijs. Van Jumbo. Ik heb precies de helft. Jij, bij jou klopt het wat minder goed, maar... En dan? Dan hebben we elderflower lemonade. Dus dit is de vervanger van de Prosecco. Nee, heel goed. Van hoeveel denk je? 100. Ja. Gaat erbij. Ik word hier zo spinheilig van als je dit... Dan hebben we van Laplace een verse sap, citroen, appel en gember. Laplace, dat is toch van V&D? Nee. Wat doet dat hier? Dat is een onderdeel van Jumbo. Oh? Ja. Oh, dat klonk ook goor hoor. Hier, ik ben klaar. Ik hoop dat je zo'n verslikt in een klontje ijs. Dan ben je lief. Oh, wat loop je bijna net op te naaien? Jongen. In vorig seizoen was je een hele leergierige student. Nu ben je echt alleen maar aan het muiten. Kijk eventjes naast wie je staat. Beetje respect voor je meerdere. Het is iemand die bij de feestwinkel zelf medailles heeft gekocht. Nou en? Ik heb ze wel verdiend. Hé, hey, maar ik heb heel veel respect voor je, Toby. Alleen, we hebben dit net ook al gemaakt. Dus ik voel me gewoon wat vrijer. Nou, heel goed. Je bent snel. Was dat een complimentje? Een schoorvoetend compliment. Ja, het was inderdaad echt met heel veel tegenzin. Wil je nog een complimentje? Ja. Ik vind dat je ze heel mooi gelijkmatig eerlijk verdeeld hebt. Dat is geen compliment. Hiermee zeg je eigenlijk... Je hebt het niet gelijk ingeschonken. Ja, maar dit is voor de kleine kiddies. En dit is voor de wat grotere kiddies. Ja, ik heb weer bijna nippelslip. Hey, ga jij even lekker verder met je kiddie champagne? Ik ga ondertussen. Nee, wil met je het proeven? Met het styling hoofdstukje verder. Ja. Kom maar even mee. Dan. Ik heb net de opdracht gekregen van de regisseur om alvast door te gaan. Ik vind dit respectloos. Je gaat het wel even proeven. Nou, weer. Oh. Heerlijk, je mist wat. Oh, het is wel echt lekker. Weet je dat ik deze misschien wel lekkerder vind? Kom even mee, want ik heb styling voorbereid voor de paasbrunch. Ik heb gekozen voor het thema hout en lichtroze. Dat gaat altijd heel erg goed bij elkaar. Beetje bohemian. Ik heb dit ding meegenomen. Ik denk dat hij andersom moet, Daan. Ik dacht, het is een hele grote vaccinelichthouder. Ja, weet ik veel. Roze, hout, welke tinten passen daar goed bij? Juist, paars. Dubbele bordjes, kopjes. En het maakt allemaal niet zoveel uit. Je kunt het lekker mixen. Toon een beetje lef. Zoek een beetje die randjes op. Mijn kleine paasvriend. Roze, wit, maar ook blauw. Het kan allemaal. Voel je vrij. Hihi. Grappig. Paasvogeltjes. Is het niet schattig? Is het niet lief? De stylist die komt zo meteen nog eventjes helpen voor de final touch. Dus, hup. Och, Daan. Nou zeg, heb je het helemaal zelf gedekt? Ja.
dit maakt mij alleen echt woest. Leuk haasje gemaakt dit is van vlees en kaas. Godverdamme. Ik heb hier een prachtige tafel. Echt leuk. Dankjewel, leuk thema. Dankjewel. Hey, mocht je nou echt indruk willen maken op de familie, ga dan even naar Jumbo en koop de eitjesmix. Chef nou. Toby. Nou. Proost. Proost, hè, op de Pasen. Oh, wat een smakelijke. Sublieme. Alcoholrijke. Alcoholarme. Mousserende. Voluptueuze. Schuimende. Crunchy. Verfrissende. Scorpino. Chef, wil je dit recept thuis nou ook maken? Dat kan. Klik even op de link in de beschrijving. Daar kun je trouwens ook al deze decoratie vinden, ook via de link in de Niet beschrijving. Niet dat stomme konijnenhoofdje. Dat is volgens mij het enige wat jij hebt gelezen. Zalig paas. Ja. Vergeet deze video even niet te liken, te reageren in de comments en tot de volgende koken en knoeien. Heerlijke Pasen gewenst thuis. Jij gaat niet meer medailles omspelden hoor. Deze aflevering heb je het niet verdiend.